Ik ben Roma van Houtven, ik ben 25 jaar, wonend in Brussel en ik ben danser en acteur. Als mensen mij vragen, of als ik zeg van ja, ik dans, ik doe hedendaagse dans, dan vragen mensen heel vaak, ah ja, dat is gelijk zo, je think you can dance. Dat is dus niet waar. Hedendaagse dans, dat is eigenlijk heel vaag om uit te drukken wat dat juist is. Het is een beetje een abstracte stijl die zichzelf telkens opnieuw vernieuwt. Wij zijn in het Engels as them of in het Frans nous eux, is een voorstelling die gemaakt is in 2014 door Carly Wijs samen met Gita Parmentier en Thomas van Tuycken, wiens rol ik overgenomen heb een jaar geleden. En gaat over de terroristische aanslag op een school in Beslan in 2004. En tijdens de voorstelling nemen mijn medespeelster en ikzelf het publiek mee doorheen de events tijdens die gijzeling. En wij spelen alles door de ogen van twee kinderen die ook effectief in de school zaten ten tijde van de gijzelneming. Ik denk dat het best belangrijk is dat er dat soort voorstellingen zijn in Vlaanderen en in de wereld die een veilig platform creëren voor kinderen, voor jongeren en zeker ook hun ouders en leerkrachten en al wie hen begeleidt om erover te kunnen praten. Als het gaat over workshops en lesgeven en met jongeren werken, staat het plezier van het dansen echt centraal. Die adrenaline en die energie door je lijf voelen is voor mij nog altijd een van de belangrijkste zaken. En dat probeer ik toch wel altijd door te geven.